Welkom op mijn Beleef je Droomvlog. Ik ben net aangekomen in Aspen. In Aspen hebben Ton en Mariette Huiskens een minicamping. Sinds een jaar of drie. Ze zijn hier naartoe gekomen om hun droom te verwezenlijken. Ik ga eens vragen hoe dat allemaal gegaan is en wat er allemaal te beleven valt hier in de buurt. Hoi. Ja. Hallo, ik ben hier bij Mariette en Ton. Hoe ben je tot die droom gekomen? Eigenlijk had ik die droom altijd al. Ik vond het in Nederland altijd maar koud, vies, naar weer. En ik wilde altijd al naar het zuiden. Ik heb altijd al geroepen, ik ben in het verkeerde land geboren. Dus toen de tijd rijp ervoor was, toen zijn we gaan rondkijken en toen hebben we de stap genomen. Ja, en heeft het lang geduurd? Heeft het lang geduurd dat je die beslissing hebt genomen? Want je moest Huis ja, toen ging het eigenlijk nog een beetje sneller dan we dachten. Want in Nederland crisistijd en ik raakte mijn baan kwijt. Ik vond wel weer een nieuwe baan, maar dat was niet leuk. En Ton raakte zijn baan kwijt. Toen zei we van, nou gaan we het toch eerder doen. En we zijn nou alle twee nog gezond. Je kunt alle twee nog alles doen lichamelijk. Dus gaan we nu de stap nemen. Omdat we toch wisten dat we hier naartoe wilden gaan. Ja, dat was altijd jullie droom al. Want ja. We kenden elkaar nog niet zo heel lang toen, hè? Nee. Nee, was, de dromen zijn pas, eigenlijk wel vrij snel tijdens onze verkeeringstijd al gekomen. Binnen een half jaar dat we al wisten van, nou, als de kans komt, dan gaan we weg. Dan gaan we die kant op. Ja. Ja. Nou ja, nu is het 3 jaar verder. Ja. Heel veel opgebouwd. Ja, wat zijn de positieve dingen hier, dat mensen hier naartoe kunnen komen? We bieden ze gezelligheid, we geven ze heel veel informatie over de buurt, hoe mooie fietsroutes, waar je allemaal naartoe kan gaan. En of een auto huren eventueel, waar je overal naartoe kan gaan. En dat is gewoon heel leuk. De mensen, die, ook gezellig met elkaar. Het is hier gewoon één klein familiair camping, camperpark. Het is duurzaam. Ja. Ja. De groene camping. Ja, heel erg belangrijk tegenwoordig. Helemaal zelfvoorzienend. Ja. Ja. En dat, vertel daar eens iets over. Dat is ook het punt van, dat is het punt van wat Mariette ook altijd vraagt op de Facebook. Van of ze dus, de camperen, 80% zelfvoorzienend zijn. Ja. Dus dat ze wel eventueel hun fiets kunnen opladen of een laptop op kunnen laden. Dus de 220 kunnen krijgen. Maar dat ze dan voor de nacht alles op hun eigen kunnen. Koelkast op gas. Ja, en dan de koelkast op gas kunnen zetten. Maar dat is puur voor de winterperiode, want dan is de zon wat minder. Ja. Ja. Maar dadelijk hopelijk met de nieuwe accu's, dat het helemaal echt heel goed moet zijn. Ja. En water komt uit de grond? Ja, bronwater. Ja, water is net wel niet drinkbaar. Eerst koken. Ja, wel als het gekookt is, is het hartstikke goed. Voor eten en voor thee en koffie. Je kunt het goed doen. Ja. Dat gaat uitstekend. Ja. Ja. In de omgeving, wat is er te doen? Wandeltochten, fietstochten, zee? De zee is te bereiken via de bus, is de beste manier. Binnen 20 minuten ben je in Alicante. Dat is een goede busverbinding van hieraf. Aspen zelf heeft natuurlijk ontzettend veel historie. Met een paar hele mooie kerken in de omgeving en Aspen zelf ook natuurlijk. Er zijn goede fietstochten naar het kerkje toe, naar de buurtplaatsjes rondomheen, overal een fietspad, dus daar is ook geen probleem mee. Dus de bereikbaarheid is ook fantastisch. En in Aspen zelf ook. Ja. Het is ook een hele leuke fietstocht, hebben we ook allemaal op de kaart staan. Mooi uitkijkpunt, is echt geweldig. En veel mensen hebben elektrische fiets. En hier is wel behoorlijk vlak, maar een klein stukje is iets schuin omhoog. En dan kun je heel mooi over Aspen heen kijken. En dan met de elektrische fiets is dat perfect te doen. Ja, dat is lekker. En daarachter weer een heel mooi heuvelgebied. Daar kan je echt waanzinnig mooi fietsen. En lopen waarschijnlijk. Ja, maar dat is iets verder om te lopen. Maar het is wel heel mooi. Dan moet je wel een goede loper zijn. Ja. Ja. En jullie plaatsen hoeveel campers? Ongeveer 6, maximaal. Ja. Missen jullie Nederland? Nee. Nee. Ja. Wel natuurlijk familie en vrienden en kinderen, ja. Maar Nederland aan zich totaal niet. Nee. Hebben jullie wel eens momenten gehad dat je dacht van waar ben ik aan begonnen? Jazeker, dat hebben we zeker. Nou, dat is meer vanwege het gebrek van elektriciteit, dat we daar niet op aangesloten zijn. En daarvan zijn heel veel problemen gekomen. Ook door foute aanschaf. Iemand die ons daar lichtelijk mee heeft
Bedonderd. Bedonderd. Laten we gewoon zeggen bedonderd. Ja. 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 En dat is dus wel een punt geweest dat we vorig jaar maart zijn van jongens, we kappen hiermee, want dat trekken we niet langer. Ja. Nou ja, en toen kwam er toch wel een hele hoop aanvraag om hier te komen verblijven. En dat heeft ons toch alweer doen bedenken van jongens, nou, dat kunnen we ook straks volhouden, financieel. Ja. En jouw huis was ook verkocht. En het huis in Nederland was ook verkocht. Daar deed er nog een leuk schepje bovenop om toch te blijven. Dat we iets financieel iets ruimer zaten dan we weer spullen konden aanschaffen. Ja. Ja. Ja, want het is natuurlijk een heel kleinschalige camping. Dus op zich aan inkomsten komt er natuurlijk ook niet gigantisch veel binnen. Nee. Nee, maar we hebben ook heel weinig uitgaven, want we hebben geen vaste lasten. Ja. Alles is, hier zelfstandig. Dat is het voordeel van eco-camping. Ja. Ja. Dus eigen in de zorg. Ja. Zeg je van nou, we zijn er doorheen. Ja. En we gaan lekker verder. Ja. We willen hier oud worden. Ja, in Spanje wel, ja. Ja. En hier ook nog een tijdje doorgaan. Ja, ja. Natuurlijk. Zover als hier de mogelijkheden zo blijven. En we niet meer al te veel hoeven in te investeren, dat we dus nog echt kunnen zeggen, we gaan hier verdienen. Ja, dan is het leuk doen hier en goed doen. Waar kunnen mensen je vinden? Gewoon in Nederland, als ze zeggen, nou, daar wil ik wel eens naartoe. Ja, we hebben een eigen website, dat is punt 1. www.casatonimar.com ja, en via Facebook. De meeste mensen krijgen me via Facebook binnen. Ik hou ook altijd heel veel contact met mensen op Facebook. Vind ik ook heel leuk. Ik heb heel veel vrienden op Facebook. Ik ben er niet alleen zakelijk op, ook maar gezellig als mens zijnde. En dat vinden wij heel belangrijk. Ja. Dat wij met hun ook onder de mensen zijn. Dat er geen drempel is. Wij spreken tussen hun en ons. Gewoon gezellig gelijk. We gaan ook regelmatig mensen met iedereen uit eten. En dat is ook heel gezellig altijd. Want het uit eten hier is zo goedkoop. Goed te doen. Ja. Ja, dat is heel goed. Menu Dia is onder het ja, absoluut. Altijd. Meer keuzemenu voor €7. Ben je helemaal klaar. Drankje erbij, voorgerecht, nagerecht. Ja. Perfect. Ja. Ja, ik heb jullie zo'n dag een beetje bekeken. En ik zie inderdaad dat jullie rustig, lekker, 's morgens koffie gaat drinken onder de mensen. Ja. Lekker even zitten ook. Je bent niet de hele dag gehaast. Het is een relax leven. Ja en nee. Je moet ook hard werken natuurlijk. Ja. Wat zou je zeggen tegen toekomstige mensen die hier naartoe komen? Kom en geniet. En vooral in het voorjaar, dan gaat het zwembad weer open. Heerlijk zwemmen. Mooie fiets, wandelomgeving. Aspen, hele leuke plaats waar heel veel te doen is. Vooral ook in de winter, want in de winter zijn vaak kleinere plaatsen aan de kust zijn dichtgetimmerd, spooksteden. En dit is echt nog een woonwerkstad waar ook 's winters druk en gezellig is. Ja, op dit moment zeg je van, oké, we hebben een juiste beslissing genomen? Ja. Ja, ja dat wel. De beslissing is, wordt er niet echt door veranderd dat er af en toe eens een keer zo'n stressdag optreedt. Nee. En door het mooie weer is hij droog en is ook heel, heel prettig voor je lichaam. Ja. Want ik merk van aan mezelf ook, het is minder pijn en zo, dus dat is veel prettiger. En daarom komen de mensen hier ook overwinteren, omdat het veel prettiger is. Jullie droom is uitgekomen. Wat hè? Jullie droom is uitgekomen. Ja, absoluut. Ja, nou, ja dus fijn om te horen en ik wens jullie dan nog heel veel plezier vooral en succes. Ja, dankjewel.